party people. Welkom naar weer een nieuwe vlog van Stolk. Nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe reis. Ik ben weer flink aan het inpakken. Deze week gaan we naar Rome toe. Alle wegen leiden naar Rome, maar wij gaan met een vliegtuig. En ja, we gaan voor een weekend racen in, bij de Sette Colli, de Seven Hills wedstrijd. Een hele grote toernooi met veel internationale zwemmers. En het wordt het is een hele sterke veld, dus het wordt wel spannend. En ik ga daar de 50, 100, 200 meter borstkool zwemmen. En we gaan er best van maken. Dus leuk dat je kijkt en welkom. Dus dit moet allemaal weer mee. Allemaal daarin. En ja. Nou, party people, we zijn goed aangekomen in Rome. Ik lig nu met de enige echte Stan Pijnenberg op de kamer. Yeah, boy! Ja, dat is hem, Stan Pijnenberg. Stan, wil je jezelf voorstellen? Nou, ik ben Stan, 21 jaar, afkomstig uit Haren in Noord-Brabant. Een echte en trotse Brabander, mag ik wel zeggen. En ik ben net zoals Kel een 100 en 200 vrije slagzwemmer. Klopt. Joehoe! En ja, wij gaan vanaf overmorgen hier lekker racen. Vanaf nu gaan we genieten van de mooie zon en het mooie uitzicht vanuit onze kamer met balkon. Dat is promotie van vorig jaar. Ja, vorig jaar zaten we volgens mij niet op de zesde verdieping. En het mooie Rome. We zijn hier in het zwembad in Rome. Tom Donkers is ook mee. Yeah. Uit Minnesota. Minnesota toch? Minnesota Swimming and Dive. Dus voor de Amerikanen hier. He's the one for you. We hebben Niels Verstanje, die volgend jaar naar Amerika gaat. Sukkel. We zijn hier in mooie Rome. Een van de mooiste zwembaden ter wereld. Herzl! Herzl! En hier gaan we 3 dagen racen. Bam! Hey, weten jullie wat Sette Colli betekent? Ja, Seven Hills. De Seven Hills. De drie? De drie bomen. En dan kun je je start aannemen. Nee. Moeten rust houden. Dat is de battle point. 4x200. Ja. Daniels, 4x200. Hola! Ciao! Ciao! Wij gaan hier stallen, even landtraining doen. Naar de lotstallen. Heerlijk mooi bad. Niels, ben je hier ooit hier geweest? Ik ben hier nog nooit geweest. Wat vind je ervan? Nee, ik ben hier wel eens geweest. Ik ben hier wel eens geweest in 2009, bij de wereldkampioenschappen. Maar nu mag ik echt zwemmen. Ja, dat was hier. Kyle! Yes, boy! Cool. Maarten! Nee, Maarten! Maarten doet hem niet. Lekker! Mensen die verstand hebben van zwemmen. Wat hebben jullie morgen? 50 is vrij. Goed bezig, Niels. Thanks, mate. Jij ook. Zijn we al gewisseld? Nee. Nou, het is 28 juni vandaag, mijn verjaardag. En het is zeker geen verkeerde plek om jarig te zijn. 22, hele mooie leeftijd. Ja, I don't know about you, but I'm feeling 22. En ja, vanaf morgen een mooie race dag. Dus 3 dagen knallen en ja, wat ik vind echt een van de mooiste baden ter wereld. Dus echt heel gaaf. Thank you.
dit het wel. Oké, natuurlijk als je in zulke mooie plekken zijn, moet je ook wel wat foto's maken. Of alleen baanbier. Dus wij gaan even samen met Niels Kostanje een fotoshoot. Hier zijn ze al bezig. Ja. Hier kun je ook Snapchat, Instagram live. Kunnen jullie dit nadoen, jongens? Ja? Oké, voorste ben ik het prijs. Ja! Dat was klaar voor ons. Beautiful. Beautiful. Oh, yeah. Let me see. Thank you very much. Is it good enough for the gram? No, not good enough. Not good enough, sorry. Not good enough? No. We can do better. We can definitely do better. It's a bit dark, right? Yeah. Too many dark souls. Yes. Yeah, when the Hungarians come, it's just coming. Yeah. Hey, Kylie. Alsjeblieft, jongen. Oké, Niels, voor de fotoshoot. Oké. Zo moet je niet tijdens de race starten. Ofwel. Ofwel. Kan best gebeuren. Het is een mooie uitdaging. Ja, daar is ook. Nou, we hadden Robin Neumann hier. Die hadden vermoeden dat het iets drukker zou zijn. Vanmiddag in het zwembad. Hij was gelijk. Zij had gelijk. Het is een klein beetje drukker. Edson! 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 Hey Kim. Welkom erbij. We zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Twee kaas op reis. Van Kenne tot Monaco, Barcelona, nu in Rome. En het mooie, drukke internationale Di Nuoto zwembad. Dat is wel een flink druk, ja. Wacht, mag ik meeklimmen? Ja. Oké, je moet je je linkervoet met iets meer naar voren. Dan, je houdt hem zo vast. Nee, dit moet gebogen. En dan moet je hier iets vasthouden. Nee, deze linkerarm iets meer buigen. Ik 90 graden hoek. Ja, Kier heeft hem goed. Ja, zo. Voor de gram. Wat is dit voor? Ik zweep hem wel echt kapot. Dat maakt niet uit. Het is een mooie foto, voor de gram. Dion, de fotograaf. Wat moet ik doen? Ik denk een foto maken. Ja, is een foto aan. Niemand heeft gevraagd om een foto te maken. Ik maak wel een foto, jongens. Ik blijf op Pokémon Go spelen. Jij moet, ja, daar. Goed zo, Kira. Hou hem even vast. Was het dan? Ja. En dan die kant op kijken. Ja, goed genoeg. Wat een kijk. Dion heeft het één keer goed. Als jullie hier een cactus willen, dan zit een cactus. Daar zit inderdaad een cactus. We gaan ervoor. No! No! Ik ben rechtshandig, dus daarom gaat het niet zo soepel. Nou, om een geweldige verjaardag af te sluiten, mag ik, zoals wij alle zwemmers doen, is schelen. Dat is bekend als zwemmers problem. En vandaag mag ik de rug van kamergenoot Stan Pijnenberg. Mag ik zijn rug gaan scheren? Mooiste moment van de dag. Mooiste moment van de dag. Hier hebben we ook, de hele dag uitgegeven. Ook al mijn jaar. Dus even oefenen voor de EK is ook heel belangrijk. Ja, straks moeten we ook volledig glad zijn. Ja. Dus liever dat het nu fout gaat, maar eigenlijk liever dat het gewoon niet fout gaat. Nou, daar gaan we voor. Van warm water. Ik heb fout! Nee. Komt allemaal goed. Weet je wat fout gaat? Mijn voetbalpoel. Lekker. Ik vertel eens over. Nou, we hebben een pool van 21 man uit Eindhoven. Eigenlijk onze hele NTC doet praktisch mee.
En van de 21 man sta ik maar liefst 20ste! Woe! Yeah! Dankjewel. Dus ja, het gaat flink goed. Als Duitsland nou zeg maar de finale zou halen, wat al niet meer gaat, Vries. Was het wel goed geweest. Alleen maar mooi. Maar helaas, dat gaat er niet meer worden. Dus ja, we gaan verder met scheren en tot morgen. Ciao. Ciao bella. Ondervrije B-finale, ben je er klaar voor? Zeker. Nou, nog niet. We gaan eerst voorbereiden. Maar daarna wel. Even land trainen, inzwemmen, insmeren. Goed blijven insmeren. Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Kier, het is, wat ben je vanavond? 105. Oeh. Oh, ik dacht vanuit de school. Oeh. En een mooie Rome. Eerlijk, best wel mooi. What's up party people? We zijn hier dus nu in Rome, we hebben net allemaal 205 gezongen. 205, woe! Ik was snel lang kel. Niet in de ochtend. Maar één van ons onder de 150 gezongen vandaag. Dat is waar. Ja, ook Kylie. Jawel, ik was nu maar een paar honderdste voor je. En je was vanmorgen... Oh ja, maar ja, ja, ook maar een paar. 1300. Patrick, ik ben ook een vlogger nu. Iedereen in te lopen. Ja. Dit is ons coach Patrick Pearson. What up? Maar... Ik ben dus ook eigenlijk de beste van de groep met Pokémon. Knock. I challenge you tonight to a battle. I challenge you, Pikachu. Kunnen we vandaag nog ijs halen? Dat is niet een vlog. Nick, dat gaan we niet doen. Als we die pizza's op hebben, gaan we dat ook gelato halen. Voor of na de hamburgers? Nee, we hebben van die pizza burgers. Nee, maar even van mijn grappig, hoe laat is die ijs niet boven? Vorig jaar was hij al te laat open. Ja, toch? Mijn inspiratie voor het vlog is op. Dus. Ja, nou party people. Onze laatste avond hier in Rome. Morgen naar huis. En dan de laatste stapjes richting Glasgow. Marlijn, heb je nog toevoegingen? Nee. Nee, dit had heel goed gedaan. Nou, doei. Nou party people, wedstrijd weekend hier in Rome is voorbij. Nu tijd om in te pakken en klaar te maken voor de reis terug naar huis morgen. Goed weekend gehad, ook een hele goede verjaardag gehad. Vond ik heel leuk, echt geen betere plek ter wereld te zijn om je verjaardag te vieren. En ik ga nu lekker mijn tas inpakken. Leuke verjaardagskram, ik heb 5 kilo pasta. Wat mijn ouders gekregen, dus dat moet ik ook meenemen. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. En later alligator. Oh, vergeet niet te volgen, abonneren hieronder. En later, kijk wel.